En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ja, wat is dit? Het lijkt wel een soort van super sneeuw. Ja, dat is het ook. Dit heb ik zelf gemaakt. En even kijken of de camera nog goed staat. Ja. En dit heb je hiervoor heb je alleen nodig. Je vraagt je natuurlijk af, wat is dit? Je hebt hiervoor nodig een lepel. Een bakje. Water in een potje. En zout. Nou, iedereen heeft dat wel in huis. En het voelt ook heel raar. Kijk. Het is ook heel glad en brokkelt snel af. Dus ik ga jullie laten zien hoe je dit moet maken. Ik sta naast de kraan, dus dat is lekker makkelijk. Laten we gaan beginnen. Even een bakje erbij pakken. Even leegmaken. Oké, stik deze vier neer. We gaan beginnen. Ik pak even de zout erbij. Ik gebruik dus keukenzout. Je kan niet zien dat het is, alleen dat is het wel. En dit is de lepel om te roeren. En dan pak ik nu de lepel waar je alles mee gaat afmeten. Ongeveer 1 eetlepel dit. Dus je doet ongeveer 5 eetlepels suiker. Want door het water krimpt het ook. 4, 5. Zo. Ga ik even mengen. Dat de harde brokkels weg zijn. Dit is voor het water. Want hoe meer water je doet, hoe kleffere sneeuw je krijgt. Je moet ook steeds even voelen. Alleen dit voelt wel heel lekker. Gebruik ook een onderzetter. Anders wordt het een beetje nat. Ik doe het wel even met een andere lepel. Met deze, want daar kan ik even een beetje water op doen. Dus dan doe je 1 eetlepel. Zo, en het begint te slissen. Dus je gaat nu meteen roeren. Als je het hoort slissen, meteen roeren, meteen roeren. Kijk, je ziet nu al dat er brok ontstaan. Dus je hebt te veel water, dus doe je nog een beetje zout. Steeds 2 totdat het even hard wordt als dit. En even kijken, wanneer je dit laat vallen, moet je even goed opletten. Als je dit laat vallen en hij blijft heel, moet je ongeveer kijken tot hoe lang dit heel blijft. Oké, dit zakt een beetje in. Even kijken. Ja, dit is ongeveer allebei de goede lengte. Ik ga even mijn handen wassen. En dan gaan we verder met het bij elkaar scheppen. Zo. Nou. Eerst ga je het nog even goed roeren dat alles zout door elkaar heen is en dat alle brokken weg zijn. En hier kan je dan, als je heel veel hebt, ongeveer als je een melkpak hebt, je doet een beetje op je hand, dan heb je ongeveer 1 liter sneeuw. En dan kan je ook leuke sneeuwgevechten doen als er dit jaar geen sneeuw komt. Dan pak ik het andere bakje erbij, die ga ik nog even goed rond roeren. Nou, dan ga ik deze sneeuw erbij doen. Maak het bakje goed leeg, want je kan nog heel veel doen. Zo. Dit ga ik zo even roeren. Ga ik het bakje even in het water zetten. Hm?
En natuurlijk even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer nog even als je dat nog niet hebt gedaan. Dus dan gaan we het nu heen en weer roeren. Als je het goed hoort, ik weet niet of jullie het al. Ik hoor. Heel zacht hoor ik. En kijk, ik heb al sneeuw. Ik ga wachten tot er een fles leeg is en dan ga ik het erin doen. Dan ga ik een sneeuwballengevecht houden. Kijk, en dan heb je één bonk. Heb je dit. Bam. Superleuk. Nou, ik hoop dat je dit een leuke video vond. Ik weet niet of hij lang was, ik weet niet of hij kort was. Alleen, doe even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer even. En dan zeg ik doei!